Hey, welkom allemaal bij het DCW-event in 2023. Ons eerste event gisteren in Antwerpen en vandaag in Almere. En het belooft een fantastisch leuke dag te worden. Het loopt al redelijk vol. We verwachten zo'n beetje 140, 150 mensen. En dankzij onze partners, onze premium partners, onze sponsoren, kunnen we ook dit soort dagen aanbieden gratis voor onze doelgroep. Dealers, autobedrijven, leasemaatschappijen en natuurlijk importeurs. Wat kunt u vandaag van ons verwachten? Zelf doe ik een opening over Google My Business, over AI natuurlijk en over de dag van vandaag. Daarna komt collega Ivo Wassenaar praten over e-mailopvolging. Is iets anders als direct messaging. Andy Shields van Indicata gaat hebben over The Lost Billions. Daartussendoor doen we een aantal pitches van onze sponsoren om het ook een beetje interactief te maken. En daarna sluiten we af voor de pauze met Maarten Bekkers over AutoChat AI en de toekomst daarin. Na de pauze David Pilo of Walku uit Spanje doen we weer een aantal pitches. En daarna is het tijd voor onze keynote spreker Bill Wittemaier. Ik wens je veel plezier met deze video. Nou, mijn naam is Rogier van Tine, teamleider bij Carmen Automotive BDC. Vandaag sta ik op het event van DCDW. Er komen verschillende sprekers. Ik ben hartstikke benieuwd naar Jeffrey's en Pitch natuurlijk, van Carmen Automotive, als sprekend. En er komen ook andere sprekers, zoals bijvoorbeeld Bill. Ik ben hier om te kijken, om andere inzichten te krijgen en wat te leren en wellicht toe te passen bij ons in het eigen bedrijf. Het is de tweede keer dat ik er ben. Ik heb er super veel zin in. En ik ben benieuwd. Ik ben dus Fleur, werkzaam bij Ethicals als partner manager. En ik kom vandaag een korte pitch geven bij het DCDW-event over waarom Ethicals dus binnen de automotive industrie onmisbaar is. En ik hoop vandaag ook iedereen weer te gaan spreken van de verschillende autodealers. En ook verschillende ervaringen weer te horen en te luisteren naar alle interessante presentaties, maar ook pitches. Dus ik heb er heel veel zin in. Hi, my name's Andy Shields. I'm the Global Business Unit Director for Indicata, the Automotive Intelligent Unit of Autorola. It's been great coming to this event and the one yesterday in Belgium. The attendance, the people that come, the quality of questions, the focus is exceptional, absolutely exceptional. From our side, it was great to present what we called the Lost Billions, which is looking at the way dealers price and stock used cars, and looking at the mistakes that they make and how they can improve the way that they go about it. Hopefully, we got a good message over. We had lots of good questions afterwards and lots of interest. So hopefully, we're in a good place to maybe pick up some leads. But it's just a pleasure to come out and talk to knowledgeable people who know the industry well. So thank you very much indeed for the invite to come. Thank you. Thank you very much for the DCDW team to invite me here. It's been a pleasure to be here in the Netherlands. I've had a great time. I've got to meet a lot of people, and I was very happy to be part of this convention. Hi, Bill Wittemaier, Chief Sales Officer at DealerOn, formerly Chief Sales Officer and partner at eLead CRM, now CDK Global. Today I'm going to be talking about strategies for profitability in 2023 and 2024 as we face different challenges in the automotive retail and economic sector. So look forward to it.
Anyway, enough about me and all that good stuff. What I really want to talk about today is kind of these disruptive, what I call four disruptive megatrends that I believe are in the future. Now, let me first acknowledge this. There are differences between the States and Europe, for sure. Nou, dit was hem, de eerste DZW-event van dit jaar. Oktober, november gaan we er wederom één organiseren in Antwerpen en in Almere. Dit was de editie in Almere. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, de video. We hadden hele goede sprekers, hele leuke informatie, in-depth informatie over hoe we de online automotive beter kunnen maken. En dat hebben we natuurlijk samen kunnen doen met onze partners. Lunch was perfect geregeld door Marktplaats. En ik wil je toch allemaal vragen om de volgende keer gewoon weer aan te melden. Het is gratis voor de dealers, de autobedrijf, de leasemaatschappij en importeurs. Daarvoor doen we het om samen met elkaar de online automotive beter te maken. Felicitaties natuurlijk aan Hielke van Carco voor het winnen van 2 keer de pitch. Dat was ontzettend leuk om te zien. En de volgende keer mag hij natuurlijk niet meedoen, want dan gaan we iemand anders de kans geven. Tot de volgende keer.